Geen reden tot onrust. Dat laat de regering optekenen door het Nationaal Informatie Instituut, NII. In het persbericht benadrukt de regering dat er absoluut geen reden is om bezorgd te zijn over de economische ontwikkelingen. Ze roept de burgerij dan ook op geen geloof te hechten aan voorspellingen over het omhoog springen van de koers. Deze uitspraken hebben volgens de regering als doel onrust te zaaien en wanorde uit te lokken. De uitspraken van Jim Said en Winston Ramotar Singh bij de recente VES-receptie hebben volgens het persbericht totaal geen economische grondslag. Ze zouden als doel hebben de regering schade te berokkenen. Het persbericht zegt verder dat na de, de verkiezingen toe alles uit de kast wordt gehaald om de regering een hak te zetten. Hiertoe wordt ook gerekend de zwaar negatieve koersvoorspellingen van Anand Bihari tijdens de laatste kenniskringmeeting. De regering wenst te benadrukken dat de financiële instituten zijn geïnformeerd over de way forward na het ontslag van centrale bankgouverneur Glenn Gersy. De banken hebben benadrukt dat rust en koerstabiliteit voor hen van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering. De cambio's hebben zich uitgesproken een volwaardige en stabiliserende bijdrage aan het totale SRD en vreemde valuta voor geldverkeer te zullen leveren. De regering waarborgt een ordelijk overdracht en benadrukt dat de centrale bank conform de bankwet haar taken zal blijven uitoefenen.